we zijn dus op Schiphol. En het is bijna kerst natuurlijk. Nou, het is november. Ze hebben allemaal van die lichtjes. Hoe leuk. Nou, we gaan nu dus naar de Starbucks. En dan wachten we even tot we gaan. Voor het eerst is mijn naam gewoon goed geschreven, jongens. Dat heb ik bijna nooit. Behalve dat puntje, dat is daar een beetje drietig neergezet. Nou, dan zit ik dan met mijn caramel macchiato. Yay! Ik heb er niet een mini cupcake op gezet. Misschien moet ik dat de volgende keer doen. Ik zit hier echt op de beste plek ever. Ik kijk namelijk echt op de vliegtuigen. Ik vind het geweldig. Ik hou van vliegtuigen. Over 3 uur gaan vertrekken, denk ik. Hoe ga je het wachten? Dus ik ga hem niet heel veel laten zien. Maar we zitten hier op 6 en het is super fijn. Ik laat jullie morgen de rest zien. Dat was mijn duim. We zijn nu op Banda Riva bij Santa Catarina. En je ziet hier de Caribische Zee die het eiland binnenkomt. Dit is mijn tourguide. Het is een local. Echte Judy Corso. Ja, zij kan me alles vertellen. Ze gaan mountainbiken. En ja, op plekken waar je echt nooit komt. Echt bizar. Het is zo gaaf om dit te zien. Echt. Corso, ta hoppie douche. Hoppie douche. Ik ben nu op het landhuis en nou, dit is gewoon echt mijn droomhuis. Moet je kijken. Maar hier kun je ook nog douchen. Dat is wel fijn. Wow, wie is dat? Dat zijn mijn nesten. Kijk. Oh, dit is mijn douche, denk ik. Zo,
Zoals u ziet heeft u genoeg plek voor al uw gasten. U heeft alleen een klein beetje onderhoud nodig. Dat is zo gedaan. Wat? Wie, ik of jij? Nee, nu. Oh. Oh my god, ja. Als ik het bezoek knijp hard hoor. Hallo. Nou, we zijn dus op Curaçao en ik rij in de Beast. Ik noem hem Victor. Kijk, ik heb dus een petje en een zonnebril op. Wat eigenlijk heel gek is, want dat is net zoals een riem en bretels. Ik heb nog steeds die hersenschudding. En dat voel ik ook nog steeds. Dus het is echt mega hoofdpijn. Maar ik ga er niet over zeuren, want ik ben maar een weekje op dit supermooie eiland. Dus ik zet er gewoon overheen. Als ik thuis ben, dan ga ik wel in mijn bed liggen of zo. Als het regent, maar niet hier. Dus we rijden nu naar een strandje. Dus we hebben een stranddag. Gisteren gemountainbike, super vet. En nu gaan we lekker naar het strand. Het lijkt net alsof ik hier voor het allereerst ben, dus zo film ik. Maar ik ben hier voor het allereerst met deze camera. Dus dat is het dingetje. Want ik kom hier eigenlijk al sinds 2007, denk ik uit mijn hoofd. Dus ik kom hier al aardig een tijdje. En meestal gaan we ook 2 keer per jaar, dus ik ken het hier wel best wel goed. En ik blijf ook weer terugkomen, want echt, ik ben verliefd op het eiland. En, oh, buiten even. Altijd. Ik sta hier dus bij Halloween, mijn favoriete tentje.